Lely Center Midden-Nederland bestaat 12,5 jaar. En daarom gaan we op stap om te kijken hoe het boeren was in het verleden, hoe het is in het heden en ook hoe het zal zijn in de toekomst. In de tweede aflevering gaan we naar de familie De Jong in Noorderloos. Mannen, wat hebben jullie het mooi voor elkaar hier als we zo even achter ons kijken. Zijn jullie er ook een beetje blij mee met wat er nu staat? Ja, zeker. Mag eerst maar eens aan jou komen. Nee, daar zijn we echt blij mee. En dat hebben we ook met elkaar gedaan. En heel veel zelf aangedaan. Dat is ook een bepaalde tik van ons. Hobby. Ja. Bouwen doen we graag in eigen beheer. En dat, daar hebben we veel aardigheid in en als het dan klaar is, dat is gewoon leuk. En als het dan nog loopt, dan heb je er heel veel plezier in. Ja, ja en Marcel, vind je nu ook dat het nu wel goed is? Moet altijd uitdaging houden. Stilzitten kan niet. Okay. Nee. Hoe is dat dan? Ik bedoel, je vader is al langer boer, jij zit ook in het bedrijf. Ja. In 2019 zijn er ook heel veel mensen die niet beginnen aan een boerenbedrijf. Waarom jij nou wel? Waarom jouw broers ook wel? Ja, heel de familie hebben, tenminste, moeder kwam van boerderij af, mijn vader. Dus degene heb je automatisch meegekregen. Daar kun je niks aan doen. Nee, daar kan je niks aan doen. Nee. En van de jongs aan als je hobby. En je interesse ligt er altijd. En als je daar je werk van kan maken, is het ook hartstikke leuk. Wat is lekker boeren voor jou? Wanneer loopt het nou gewoon lekker? Nou, als de koeien gewoon gezond zijn en de resultaten goed zijn en dat je gewoon leuke arbeidsvreugde hebt en dat het gewoon goed doorloopt. Mm-hmm. Wij moeten als boer zijn moet je altijd werken, 7 dagen in de week. Dus dan moet het, dat is ons doel ook, dat je zegt proberen met investeringen te doen, dat je daar arbeidsvreugde uit kan halen en dat het jou makkelijk maakt zeg maar het werk doen. We hebben al heel vroeg een shovel. Wij zeggen altijd alles wat met oliedruk kan, hoeft niet meer bloeddruk. Is dat dan ook slim boeren voor jullie? Dus oplossingen zoeken voor dingen die je niet zelf hoeft te doen? Ja, we houden niet van negatief doen. Dat komt vanzelf wel, want het is hier niet elke dag een team. Problemen komen er vanzelf wel. Maar niet bij de pakken neerzetten, aanpakken. En dat is mooi als je samen boert. Hè, dat je het er, kan overleggen, dat je zegt, hey, joh, hoe gaan we dat doen? Hij denkt zo over, ik zo, met elkaar en dan gauw aanpakken en zo snel mogelijk problemen oplossen. Ons doel is altijd nog een keer om te splitsen. Er zijn meer zoons die boeren willen worden. Ja. Dus dan ga je kijken, hoe ga je dat doen? Daarvoor hebben we een geringe stap gedaan, de stal iets verbreed en met 2 melkrobots erin. Dan kunnen we weer doorgroeien met de koeien naar 250 koeien. En we blijven daar ook door melken, omdat de laagproductieve koeien daar zitten. En dan kunnen we de geleidelijke groei erin houden. Want voor die stal is weer leeg, of tenminste minder vol. Dus dan kunnen we weer geleidelijk doorgroeien naar die 250 koeien. En dan doen we de hoogproductieve doen we op de melkrobots. Om daar zoveel mogelijk uit te halen. 3 keer daags melken. Die robot, dat is top. En dat komt ten goede van de productie. En de gezondheid van de koeien, uiengezondheid, alles ten goede. En, en makkelijker, want anders stonden we 3 uur in de melkput. En nou maar 1 uur meer. Oh, dat is lekker. Heel fijn. Maar hoe gaat jullie samenwerking dan? Want ik bedoel, je bent dan met 3 broers. Nou, dat is best wel... Best wel veel. Goed gedaan. Maar 3 broers. Maar wat is jullie geheim nou van een goede samenwerking? Arco heeft natuurlijk een fulltime baan buitenshuis. Mm-hmm. En die taak is meestal, die doen we meestal voeren. De verse koeien. En, en dan nog wat er nog is van hand- en spaandiensten. Naast zijn arbeid, als hij er niet is. Ja, het moet een keer gebeuren. Dus je moet allemaal flexibel zijn en dan kan dat. Dus dan, en de jongste die valt ook en die zit nu op het ogenblik, die zit nog op school. Mm-hmm. Daarnaast helpt hij ook mee, maar die had een uitdaging in zelf zuivelen. Yes.
daar wordt ook weer tijd en energie in gestoken om dat te bekijken. Dus flexibel zijn en ieder zijn eigen uitdaging. Ja, ja. Juist. En verantwoording. Maar als je nou naar je vader kijkt, wat steek je dan nog steeds van hem op? Nou, een grote plus denk ik, samenwerken met je vader is ook dat je de plannen en de ideeën en de visie met elkaar kunt delen ook. Ja, wat je ook zegt, die heeft natuurlijk ook al langere ervaring ook. En dan kan je toch ook weer en met nieuwe technieken zo met elkaar wel mooi communiceren, ja. Juist. En hoe is dat voor jou, Goof? Wat steek jij nou van Marcel op en van je andere zoons? Veel. Die beginnen weer opnieuw. Nieuwe uitdagingen. Ja, zelf heb je een bepaalde ervaring. En niet dat ik daar star in ben, helemaal niet. Maar ja, de jeugd ziet weer andere dingen. En dat vind ik prachtig. En ja, dat proberen we met elkaar te mengen en daar het goede uit te halen. Nou, goed, dankjewel.